Ja, we staan hier in een weiland in Millingen aan de Rijn en tegenover mij staat Hans van Rens. En hij is eigenlijk lid van de tractorgezelschap Millingen, heb ik begrepen, Hans, hè? Ja. Is dat een goede afkorting? Ja, de TGM staat voor tractorengezelschap Millingen aan de Rijn. Ja, het is een mooie zaterdag vandaag en jullie zijn neergestreken met de tractoren in een weiland in Millingen. Wat houdt dat precies in, dat jullie hier vandaag bij elkaar zijn gekomen? Wij zijn hier vandaag bij elkaar om een bouwland om te ploegen. Een van onze TGM'ers die heeft een stukje bouwland hier en dat mogen wij met onze oldtimers ploegen. Oké. Okay. We hebben een paar experts erbij die ons kunnen helpen met het afstellen van de ploeg. En het gaat tot nu toe best goed. Ja, jullie zijn gewoon een vriendenclub, geen officiële vereniging wij of wat dan ook. Geen club, geen vereniging. Wij zijn een stel enthousiaste oldtimer tractoren liefhebbers. Ja. En die ons een klein beetje verenigd hebben. Ja, jij bent een van de mensen van het eerste uur, denk ik. Ja, hè? Ja. Dus wie zijn er nog meer zo van het eerste van uur? Van het eerste uur is er nog Harry Koorwinkel, Willy Willemsen toen de tijd, helaas overleden. Hele goede monteur en hele goede mentor. Rut Aanwater is een van het eerste uur. Joop Derks. En zo zoetjes aan is dat gegroeid. We zijn momenteel nu met 29 personen. Ja, dat zijn allemaal tractorenliefhebbers. Ja. Zijn er ook mensen bij die nog echt actief bezig zijn in de landbouw? Ja, ja, ja. Maar niet allemaal, denk nee, ik. Nee, niet allemaal. We hebben een paar loonwerkers erbij die bij een loonbedrijf werkzaam zijn. Ja. Bij grondverzet werken er ook een paar, maar ook nog echte landbouwers en veeboeren, zeg maar, die nog actief hun beroep uitoefenen. Ja, ja. Nou, vandaag ploegen jullie een land helemaal om met z'n allen. Ja. Gaat dat lukken? Dat gaat lukken. Ja? Ja, ja, ja. Het gaat lukken. Wij verwachten rond 4 uur toch wel dat het klaar is. Ja, ja. Als een landbouwer zo'n land in zijn eentje moet omploegen, hoe lang is hij daarmee bezig? Ja, kijk, ik heb een 1-schaarploegje. Hierachter staat er een met een 3-schaarploegje. Ja, dan gaat het sneller. Kun je wel nagaan. Die gaat één keer op en neer en die heeft 6 voren getrokken. Ik ga één keer op en neer. Ik heb 2 voortjes getrokken. Ja, ja. Maar hoe lang ga je er dan over doen? Ik schat dat ik toch wel een dag of 3-4 bezig ben. Ja, ja, ja. En die collega van jou met die 3-schaarploeg? Ja, ik denk dat hij weer 1,5 dag dat gebeurd is. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja. Vorig jaar hebben jullie zo'n dag ook georganiseerd, hè? Ja. En het geluk altijd dat het weer goed is natuurlijk. Ja. Hoe lang bestaat jullie groep? TGM is eigenlijk officieel gestart in 2005. Maar al daarvoor gingen wij regelmatig met een paar mensen naar oldtimer evenementen en al naar ruilbeurzen en dergelijke. Ja. En dan kom je dus op zo'n evenement en dan zie je mensen lopen met een shirtje aan, clubje dit en clubje dat. Ik zeg, goh, is dat niet iets voor ons? Dat we ook eens een keer herkenbaar voor de dag komen. En zo is dat eigenlijk ontstaan en toen hebben we de naam. We zijn geen club, we zijn geen vereniging, wat dan? En toen is Harry met het idee gekomen van, als het nou eens tractorengezelschap Millingen aan de Rij noemen. Ja. En dat is het geworden. Ja. En we hebben een eigen embleempje en dat is overal herkenbaar. Ja. Jullie zijn bij elkaar hier vandaag en de kosten die dat met zich meebrengt, dat wordt gewoon gemeenschappelijk opgebracht, zeg maar. We hebben verschillende evenementen in het jaar. Dat begint al met een hemelvaartsdag, met douwtractoren noemen wij dat. En als er iets aangeschaft moet worden, dan zeggen we, jongens, breng de man 2,5 of 5, vandaag is toevallig 5 euro. Ja. En dan hebben we wat centjes in kas. Want we zijn ook van plan buiten deze ploegdag ook nog een hooidag te gaan organiseren voor de eerste keer dit jaar. En dan moet je dus een klein beetje centjes hebben voor inkoop van koffie en fris en noem maar op. Wanneer is die hooidag? Is dat al bekend? Ja, dat is afhankelijk van het weer, Erik. En diegene die dat organiseert is zelf boer, dus die bepaalt wanneer dat gebeurt. Ja, ja. Dat bepalen niet wij, dat is ook met deze dag. En dat wordt dan heel kort tevoren bekendgemaakt? Ja. Als maar zeggen de weersberichten goed zijn en zeggen, nou, ik ga van de week een stukje maaien en dat kan dus in het weekend geschud en geharkt en geperst worden en een stukje kan ook nog gemaaid worden, maar dat is altijd weersafhankelijk. Ja. Maar wanneer is het hooiseizoen? Ja, ik schat ook afhankelijk van het weer. Hè. Ja. Als het gras lang genoeg is en het weer is goed, dan beginnen de boeren. Ja, ja, ja. Nou, bedankt voor het interview, Hans, en nog een hele fijne dag vandaag. Dankjewel. Ja.
Die grote vissen zo weer aan, toch? Als van week droog blijft gemaakt, is het wel een 10-5 jaar. Ja. Ja? Ja, ik moest even.